Welkom bij de derde training van de gevorderde training. We zijn aangekomen op de helft van alle trainingen. Je zal merken dat de oefeningen zwaarder worden door de hoeveelheid herhalingen en de duur van de oefening. Succes met de training! We starten de oefening met de drop squat. Zet je voeten op heupbreedte en buig in een snelle beweging vanuit je enkels en knieën naar beneden, waarbij je je billen naar achteren duwt en je handen en armen naar voren brengt. Blijf het ritme van Stefan volgen en hou vol. We gaan gelijk door met de volgende oefening, de walking lunge. Zet een stap naar voren en buig vanuit je enkel en knie naar beneden toe. De beweging is rustig en volg het tempo van Stefan. We zijn nog steeds bezig met een warming-up. De volgende oefening is een variatie op de zijwaartse squat. In plaats van dat je elke keer terugkomt in je basispositie, zet je een nieuwe stap opzij. Herhaal de oefening en zorg ervoor dat je laag blijft. Blijf hierbij weer het ritme van Stefan volgen. Je mag stoppen met de oefening en we gaan gelijk door naar de laatste oefening van de warming-up, namelijk de beerkwal. En zorg ervoor dat je billen laag blijven. Volg hierbij weer het ritme van Stefan. We hebben 10 seconden pauze en hierna gaan we ons focussen op de krachtoefeningen. Ga op je rechterbeen staan en buig vanuit je rechterbeen naar beneden. Je linkerbeen mag de grond niet raken en schuif naar links. Zorg ervoor dat je in balans blijft en herhaal de oefening 12 keer. Wissel nu van kant en ga op je linkerbeen staan. Zorg ervoor dat je je been, bil, buik en rugspieren hierbij aanspant. Je mag stoppen met de oefening en je hebt 20 seconden rust. Voor de variatie van de lunge en de split squat ga je op je achterste been staan en vanuit je voorste been spring je als het ware elke keer omhoog.
Dit herhaal je 10 keer. Zorg ervoor dat je bij de landing stabiel landt. Wissel nu van been en herhaal dit 10 keer. Je mag stoppen met de oefening. Ga voor de zijwaartse sprongen op één been staan, op je rechterbeen, en spring over een denkbeeldige lijn van links naar rechts. Wissel nu van been en ga op je linkervoet staan. Herhaal de oefening weer 12 keer. Je mag stoppen met de oefening en we hebben 30 seconden rust. Rust uit en drink wat. We zijn aangekomen bij de Frog Squat, de Davis Test, de Shark Skill en de Pull Squat. Al deze oefeningen gaan ons helpen bij het trainen van onze uithoudingsvermogen. De oefeningen worden steeds zwaarder omdat we ze langer vol moeten houden. Zoals de eerste oefening, de Frog Squat. Deze houden we 50 seconden vast. Vanuit je benen breng je je billen omhoog. Houd spanning op je romp en duw je handen tegen elkaar aan. Je mag gaan staan en schud je benen uit. Hierna gaan we door naar de Davis test. Hiervoor moet je in de voorlichtsteun staan. De Davis test houden we 20 seconden vast. Zorg ervoor dat je voeten uit elkaar zijn en je handen ook. Wil je de oefening moeilijker maken, plaats dan je voeten dichter bij elkaar, dan zal je merken dat je minder in balans bent. Je mag gaan staan voor de Shark Skill Single Leg. Het is makkelijk om voor deze oefening mankeringen te plaatsen, zodat je weet waar je heen springt. Ga op één been staan en spring vanuit je ene been een ronde. Dit herhalen we 2 keer. Ga nu op je linkerbeen staan en spring weer een ronde. Je mag stoppen met de oefening en je hebt 20 seconden rust. De volgende oefening is de Pull Squat. De Pull Squat houden we 50 seconden vast. Ga in de squatpositie staan en maak hele kleine bewegingen. Dit is een zware oefening en voel je dan ook aan je bovenbenen en bilspieren. Hou de oefening vol, je kan het.
We hebben 30 seconden rust en gaan door naar het trainen van de core stability. Dit doen we met de welbekende oefeningen. We starten met de glute bridge up en down en deze houden we 50 seconden vast. De oefening ken je, maar zorg ervoor dat de uitvoering klopt. Je mag voor de oefening op de grond blijven liggen, maar nu ga je op je rechterzij liggen voor de side plank up en down. Dit herhalen we 25 seconden. Focus je op één punt en zorg ervoor dat de beweging ontstaat vanuit je heup. Ga hierbij niet roteren. Wissel nu van kant en herhaal de oefening weer 25 seconden. Hou vol. De volgende oefening is de plank waarbij we één been optillen. Kom in de plankpositie en hou dit 25 seconden vast. Je rechterbeen til je op en deze moet gestrekt blijven. Blijf in de plankpositie en til nu je linkerbeen op. Dit houden we weer 25 seconden vast. Voor de laatste oefening, de woodchop, mag je gaan staan, waarbij je voeten op heupbreedte zijn en je handen tegen elkaar aan. Wil je de oefening moeilijker maken voor jezelf, gebruik dan een gewichtje of een bal. Deze hou je vast in je handen. Wissel nu van kant en breng je handen vanuit je linkerheup rechts naar boven. Laat je voet weer meedraaien. Je mag stoppen met de oefening en de training zit erop. Goed gedaan. Herhaal de training voordat je doorgaat naar de volgende training. Tot snel!